Behalve de avondklok zijn er ook andere COVID-maatregelen die het moeilijk maken om de indoor dining restaurants weer op gang te brengen. Samantha Samaro, eigenaar van Exotics, zegt bijvoorbeeld dat klanten worden afgeschrikt omdat ze een vaccinatiebewijs moeten aantonen om binnen te kunnen eten. Nou, tot nu toe gaat het heel moeilijk. Het brengt wat tegenslagen, want men komt dan niet meer eten omdat ze dan geen vaccinatiebewijs hebben. En het is minder druk, dus dan ook minder omzet, waardoor het bedrijf zelfs achteruit gaat. Ook Vincent van Twijver, eigenaar van de Dijk, ervaart moeilijkheden met de nieuwe maatregelen. Hij zegt dat hij dezelfde avond nog een incident had met de COVID-brigade over de live bands die normaliter optreden om klanten aan te trekken. We hebben natuurlijk altijd groepen en die groepen geven me nu ook een probleem. Omdat ik vanavond heb gehoord van je mag maar 4 mensen aan een tafel hebben. Dus laat maar zeggen, als er groepen zijn van 20 personeelsleden en zo, weet je, dan moet ik die tafels nu weer uit elkaar gaan trekken. Net zoals helemaal in het begin. Ik dacht dat we dat achter ons hadden gelaten, maar het komt er nu opeens weer in. Dat is één ding. Het tweede is dat je met de klok, toen die naar 9 uur ging, toen zijn mensen wel de reservering gaan terugbrengen met een uur minimaal. Om in ieder geval nog even te kunnen zitten. En wat het voor mij heeft betekend, is dat ik heb gezegd van nou oké, als de klok 9 uur is, ga ik geen kerstmenu doen met 3 gangen, want dat krijg ik niet weg met zoveel mensen in 1,5 uur. Dus ik heb tot de dag van vandaag heb ik geen kerstmenu gepubliceerd, puur en alleen omdat ik de tijd er niet voor heb om dat uit te serveren met zoveel mensen. Dus ik zal u zeggen, toen ik hier afgelopen zondag hoorde dat die klok weer teruggebracht werd tot 9 uur, wat effectief 8 uur is, toen wist ik op dat moment, ik verlies 200.000 tot 300.000 SCD. En dat gold niet alleen voor mij, het gold ook voor de DJ die op dat moment aan het spelen was. Samaro hoopt dat de regering de samenleving niet indirect dwingt om te vaccineren. En Van Twijver hoopt dat er rekening wordt gehouden met de grote invloed die nieuwe maatregelen hebben op de horecasector.